gevoel heb dat voor mijn hoofd is het gewoon... Oh. Wacht, heel even. Gaan wij het bruggetje over of gaan we... Ja. Ik vind het wel leuk eigenlijk. Ja. Daar is het rustig, denk ik. Lekker dynamisch. Ja, joh. Helemaal... Er zijn zoveel lieve mensen. Ja. Deze edit gaat zo intens worden. Dit is Dianta. En je kan Dianta kennen als presentatrice van het televisieprogramma Shownieuws op SBS6. En naast haar televisiecarrière heeft Dianta namelijk ook een druk gezinsleven met twee zoontjes en haar man Mick. Ondanks haar drukke leven lukt Dianta om toch bijna elke dag in de sportschool te verschijnen. En ik ben nu natuurlijk heel erg benieuwd hoe ze dit doet. Dit en meer vandaag in de aflevering van de beste versie van Dianta. Oh, kijk, daar komt ze op haar bakfiets. Dag, zuster. Hallo. Hallo, zus. Ah, hoe is het? Goed met jou? Ja, goed. Nou, leuk dat je er bent. Ja, gaan we het eindelijk doen. Nou, echt hoor. Jeetje. Met de bakfiets. Even een Amsterdamse bakfiets parkeren. We hebben een lekker zonnetje, hè? Perfect, dat heb ik speciaal meegenomen. Zo ben jij. Ja. Maar ben je een beetje bekend hier zo in het Vondelpark? Zeker. Normaal gesproken staat hier een heel leuk meisje. Deze meneer ken ik niet. Oh. Maar ik vind het wel heel cute. Gewoon zo'n koffiewagentje. Ja, ik neem een cappuccino. Cappuccino. Ja, met haver uiteraard, want het is Amsterdam. Ja. Ik wil wel een cappuccino met sprout. Willen jullie ook wat? Is het uw koffiewagen? Ja. Zo leuk is het. Echt leuk. Verder? Ja, allemaal zijn gangetje. Ja, even lekker hier. We mogen niet klagen. Ja, moest je gisteren weer werken? Ja. Want jij hebt altijd, dat weet ik, hele lange, nou ja, lange, late werkdagen, draaidagen. Ja, ja, ik begin meestal rond 7:30 avonds. Ja. Fysiologie, omkleden, repeteren en dan om 11:00 gaan we live. Maar vandaag dient eindelijk het kort geding. Peter wil namelijk dat Nicole zich niet meer publiekelijk uitlaat over de relatie. Jij sport dus inderdaad weer bijna dagelijks. Ja. Zo, die bladblazer. Ja, die gaat maar door. Helemaal gek. We gaan even ergens anders naartoe, want dit... Dat is wel lastig van het Vondelpark. Ja. Er zijn overal mensen aan het werk. Ja. Maar kijk, dit is kijk heel of we een rustig plekje kunnen gaan vinden. Weg. Ja hoor, dit kan mijn brein even niet aan, sorry. Ja, waar waren wij? Jij sport nu bijna weer dagelijks? Ik probeer in ieder geval 5 dagen in de week. Ja, vind ik veel hoor. Ja, soms zijn het er 6, soms zijn het er 3. Okay. Maar ik probeer eigenlijk gewoon iedere dag wel te sporten. En wat voor een sport doe je dan? Cardio en kracht. Ja, want wij hebben natuurlijk ook bokslessen gevolgd bij Dil. Ja. Oh, dat moeten we ook weer even gaan doen trouwens. Dat moeten we echt doen. Nou ja, maar dat boksen, dat is dus echt een voorbeeld van een sport waarbij ik helemaal niet bezig ben met mijn fysiek, maar dat het gewoon even je hoofd leeg maken is. Ja, toch? Ja. Maar nu we het toch over mind hebben en mentale staat, doe jij dingetjes qua dingen voor je mind? Nee. Nee? Nee. Jij mediteert niet. Jij bent lekker nuchter inderdaad, hè? Ja, ik weet niet of je het nuchter wil noemen. Maar ik probeer gewoon goed te leven, te sporten. Maar ik ben niet van speaker into existence en mediteren. Er zijn echt wel dingen waar ik in geloof, hoor. En dat zijn? Dat speaker into existence, daar maak ik dan een grap van. Maar ik geloof wel echt dat als je dingen uitspreekt naar jezelf toe, dat je dat makkelijker kan realiseren. Ja. En ik geloof ook dat als je altijd negatief bent over jezelf, en ik ben dik of ik ben niet mooi, dan ga je daarnaar leven. Ja. Nou ja, kijk, weet je waar ik heel erg benieuwd naar ben? Ik pas wel eens op mijn nichtjes een dagje. Ja, dat zie ik wel eens. Ja. Hoe leuk. Super leuk, maar super zwaar. Hoe combineer je alles met je kinderen, met je man, met je huishouden, met je werk, met je vloe-vloe-leven? Een soort van halve vloe-vloe-leven. Ik ben echt de worst. Nee, maar kijk, ik denk voor jou, als je oppast, je hebt natuurlijk een heel vrij bestaan. Hè? Je hebt een vriend, ja. Maar verder hoef je weinig rekening te houden. Ja, heerlijk. Maar in dat moederschap, daar groei je wel echt in. Ja, precies. Dus tuurlijk, als je ineens een dag moet oppassen, is dat super overwhelming. Oh. Maar
ik ben daar ook wel in gegroeid. En ik denk dat heel veel mensen met kinderen dat zullen herkennen. Ik denk ook om 7 uur 's avonds van, wow, gesloopt. Toch? Dan moet ik meestal de deur uit naar mijn werk. Oh. Maar ik heb ook echt wel mijn dagen dat ik denk van, my god. Maar ik vind het ook het allerleukste wat er ja. is. En dat sporten is echt mijn moment. Dus mijn muziek, geen boomba, geen kinderscheizen, ja. maar gewoon mijn muziek. Het is niet eens het sporten soms, maar gewoon dat ik denk van, oh, even een uurtje, anderhalf uur in mijn hoofd. Waar ik zelf niet bang voor ben, maar een soort van, ja, tegenoptie vind ik ook een groot woord, maar straks het zwanger worden. Ja. En het moment daarna. Ben ik best wel niet, ja, bang vind ik ook weer heel intens om te zeggen, maar hoe was dat voor jou om, zeg maar, daarna weer een soort van weer in shape te komen en oh. hoe heb je dat ervaren? Ik moet zeggen dat ik dat ook echt het lastigste vond. Ik heb gewoon het gevoel dat ik weinig controle over mijn lichaam heb. Dat ik wel iemand ben die door hormonen ook veel vocht vasthoudt. En ik was gewoon vrij ontevreden over mezelf bij de zwangerschappen. Oh, echt? Natuurlijk super dankbaar dat mijn lichaam een kind kan dragen. Ja. Heel dankbaar voor. Ja. Maar ik vond het wel lastig dat je dan qua sporten de intensiteit gewoon zo erg moet verlagen. Ja. Dat ik gewoon bijna dacht van ja, dit vind ik niet leuk. Met een beetje een dumbbell. Gewoon goedemorgen. Nederland. Ja, precies. Nou, dit heeft ook geen effect, maar ja, het is wel belangrijk. Het is wel belangrijk, maar heel vaak dacht ik dan al van ja, laat dit ook maar zitten. En dan ging ik helemaal de slechte kant op. Dus echt op de bank liggen, zak chips en ja, ik ben zwanger. Het is nou helemaal zo. Ja. Maar daar heb ik wel de prijs voor moeten betalen beide keren. Ja, wel? Ja, wel. Echt 25 plus kilo aangekomen. Want ik weet inderdaad, toen je uit de expeditie kwam, toen was je meteen daarna zwanger geraakt. Ja, dus mijn lichaam was ook totaal in de war, want ik had net bijna een maand niks gegeten. Ja. In een soort van spaarstand van mijn lichaam en die week dat ik terugkwam zwanger geworden. Oh. Ja. Wow. Dus ik zat ook op een gegeven moment bij Expeditie heb je eilandpraat. Dat is een half jaar later, weet je, wordt het uitgezonden. En op het moment dat ik eruit ging, was ik de gast bij eilandpraat. Dus ik zag mezelf helemaal met ingevallen bekkie, zeg maar. En ik zat daar in de studio helemaal ontploft. Want ik was zwanger. Oh. En dus zo'n hoofd, zulke armen. Ja, maar dat vind je zelf waarschijnlijk. Je bent jezelf je eigen grootste criticus. Ja, ik vond niet dat ik er goed uit. Nee? Nee. Ik vond het ook heel moeilijk om op tv te zijn. Jawel? Ja. Ja, dat was ook daarna, omdat ik ook die pressure voelde van oké, 3 maanden na je zwangerschap, oude jeans aan en zo. Nou, oh, dat heeft echt zeker een jaar geduurd. Ja, maar ja, 3 maanden na zwangerschap, nou, dat gaat hem sowieso toch niet worden. Ja, maar je hebt echt, als je naar socials kijkt, toch, dus dan zie je iedereen helemaal happy met de kinderwagen lopen, weer helemaal fabulous. Ja, maar ja. Het is wel een soort van ding. Ja, oké, ja. En ik zou juist echt vrouwen mee willen geven van, geef jezelf eerst even rust. Even rust, inderdaad. Want je slaapt ook bijna niet. Nee. Nee. Ik zou het heel fijn vinden om juist andere vrouwen te vertellen van het mag naast elkaar bestaan. Dus het feit dat je super blij bent dat je een gezond kind op de wereld mag zetten. Maar je bent zelf ook nog iemand. En die persoon vindt het misschien niet fijn om fysieke veranderingen mee te maken. Hangboobs. Billen waarvan je denkt, nou, daar heb ik al 1,5 jaar geen squat in gegooid. Dat mag ook. Ja, want je bent ook nog steeds een eigen persoon. Goed, deze serie heet natuurlijk de beste versie van. Ja. Als ik aan jou de vraag stel, wat is jouw beste versie? Wat zeg jij dan? Mijn beste versie is een goede moeder zijn die geduld heeft, een leuke partner zijn, een gefocuste presentatrice op mijn werk, iemand die veel sport. Dus daar is niet één antwoord op, maar ik zou zeggen dat mijn beste versie, dat ik daarin tevreden ben met mezelf. Dan ben ik mijn beste versie. Ja, ja. Dat vind ik mooi. Ja? Dat vind ik hartstikke mooi. Approved? Approved, ja? Zeker weten. Zullen wij lekker naar de gym gaan? Ik ben slightly geïntimideerd, maar nee, laten we gaan. Armoefeningen. Ja. Even een beetje opwarmen. Ja. Oh, dit is echt zo'n zware, als je die vaak doet. Maar hij is wel lekker. Hoe kan het nou dat ik zwaardere gewichten heb dan jij? Jij hebt al wat meer levenservaring. Ja, dat is waar. Nee. Stuk ouder. En train jij nog wel eens met een personal trainer? Nee, eigenlijk niet. Oh nee? Heb ik wel gedaan voor bijvoorbeeld Expeditie Robinson. Ja. Ja. Oh ja. Jezus. En voor mijn bruiloft, toen wilde ik ook even helemaal fit zijn. Ja. Maar nee, tegenwoordig ook omdat het zo slecht te plannen is in mijn leven. Ja, oké. Als ik even een uurtje kan, dan pak ik het. Dan ga jij. Maar hoe heb jij dan voor Expeditie voorbereid? Nou ja, toen wilde ik sowieso wat afvallen. Omdat ik dacht, ja, als je dan toch weer op de plek komt,
voor expeditie. Juist aankomen. Ja, maar ik had toen echt genoeg reserves om 2 maanden, 3 maanden te overleven. Dus toen dacht ik van ja, je komt toch op beeld in een bikini of whatever. Ja, oké, ja. En op uithouding, heel erg. Maar jij wil niet te zwaar meer trainen, hè? Gewoon een beetje licht en cardio. Ja, ik heb heel lang wel echt zwaarder getraind. Weet je nog dat wij samen gingen legpressen? Zo, ja. Zo even. Zij legpresste gewoon echt het driedubbele van wat ik kan. Ik kon het gewoon niet. Ik kwam ook alleen maar aan en het slaat nergens op, want het is spier. Ja. Maar ik vond het wel heel frustrerend, want ik wilde vooral even vet verliezen. Ik heb dan altijd geleerd dat je hem hier moet houden. Moet achterhouden. Dus niet dat lekkere swingertje. Even focus, ik zit ook helemaal niet op te letten. Zullen we nog even deze? Ja, dit voor vind ik ook nog lekker. Ja. Pak jij dan ook even 14? Dit kan ik helemaal niet in de lucht houden. Oké. Zo. Auw, ik ga stuk. Ik ben al halverwege hoor. Oké, even synchroon, recht. Oké, go. 1, 2. Oh. Gedaan. Wat lekker gewerkt, zuster. Oeh. Ja, nou. Met al dat bling bling. Ja, maar echt. Bling bling, money in the thing. Maar goed, lieve schat, ik vond het helemaal gezellig vandaag. Ik ook. Kijk voor eeuwig tegen je op. Nou, dus, ik ook tegen jou. Nou, je bent echt goed bezig, hè? Gewoon met al die dagen trainen en weet ik het allemaal. En nou, thank unbelievable. You. Ik vond dit wel even leuk samen trainen, omdat ik het normaal gesproken alleen doe. Maar ik ben wel benieuwd of jij liever alleen sport of samen. Let us know in de comments. Alright, dit was hem dan. De beste versie van Dianta. Ik vond het echt een superleuke, gezellige dag. Heel veel geleerd ook over het moederschap. Over zwanger zijn. Alles daarna. Nou, noem maar op. Ik vond het hartstikke leuk. Laat me vooral ook in de comments weten wie je wilt als volgende gast. En dan gaan we daar ook een hele gezellige dag mee maken. En bedankt voor het kijken. Tot de volgende video. Doei doei!